Lea Thijs is al even afwezig bij de opnames van, thuis, de actrice moest namelijk een zware operatie ondergaan en nu is ze aan het revalideren. Volgende week keert ze eindelijk terug en daar kijkt ze heel hard naar uit. Ik ga blij zijn om de collega's terug te zien. Ik heb nogmaals beseft wat voor toffe crew, thuis, heeft, vertelt ze aan Dagal. Toch is momenteel de sfeer op de set niet heel goed, want er, er is heel veel onzekerheid. Dat komt omdat er eerder al bekend werd gemaakt dat de VRT de productie van de soapserie wil uitbesteden. Ik weet dat de hervormingen moeilijk liggen bij mijn collega's, geeft Lea toe. Ze weten namelijk niet wat ze moeten verwachten. Het is uiteindelijk gewoon afwachten wat de directie zal beslissen. Eigenlijk krijgen we bitter weinig info, en dat zorgt ervoor dat het een beangstigende situatie is. Bekende, thuis, sterk. We weten niet hoe het verder moet voor veel mensen op de set. Ik hoop dat er geen drastische veranderingen komen.